too much. Now you can't be around me, 'cause now you find it hard not to drop your guard. Een hele goede morgen allemaal. Ik heb mijn kind, wat een leuk begin. En het rijdt nog ook. Goedemorgen. Het is vandaag de 11e Vlogmasdag, als ik het goed zeg. Vlogmas day 11. Het gaat echt super snel. Ik ben al helemaal aangekleed. Het is vandaag vrijdag. Ik weet niet of jullie het weten, maar het is paarse vrijdag vandaag. Ik heb totaal niks paars, dus ik ben voor groen gegaan. Misschien denken jullie, waarom heb je dit aan? Het is niet een beetje te koud. Ik doe er zo meteen nog een vest overheen. Ik heb dit shirtje aan. Deze komt bij de H&M vandaan, als ik het goed zeg. En hieronder zit... deze armband eruit steeds. Hieronder zit een donkerblauwe broek. Een hele strakke blauwe broek. Die totaal niet lekker zit. Die is ook high-waisted. Die zit echt totaal niet lekker, maar oké. En daaronder heb ik mijn rode Nikes. En ik heb hieronder nog een zwart topje zitten. Goed. Ik moet dit nog even wegleggen, mijn slaapkleding. Ik ben al best wel een tijdje wakker. Ik werd om kwart voor acht wakker. En toen dacht ik, ja, ik ga er dus mooi nog niet uit. Dus ik ben blijven liggen. En mijn moeder kwam om 9 uur was of zo. Ik denk het wel. 9 uur komt ze in mijn kamer binnen van, joh Kim, wakker worden, het is 9 uur, we gaan zo boodschappen doen. En ik wilde mijn bed niet uit. In ieder geval... Het is dus vrijdag vandaag en ik ga vandaag bij mijn oude school langs om 1 mijn rapport te laten zien aan een aantal leraren en 2 nog een kerstkaartje uit te gaan delen daar. Ik blijf het toch wel leuk vinden om in het begin nog langs te gaan bij mijn oude school, maar later ga ik toch niet meer langs. Denk ik, ik weet het niet. That's it. Ik ga niet zo heel veel meer doen. Oh, kijk dit. Zoe en Nala. Dat is nou lief. Dus dat ga ik vandaag doen. En ik weet niet of ik verder wat ga doen. Ik ga vandaag ook met de bus naar school. En met naar mijn oude school. En met de metro. Eerst metro, dan de bus. Dus hopen dat een beetje wil gaan lukken. Ik ga namelijk nooit met eentje met de bus. En vandaag wel. ik moet als het goed is bus 105 of 103 pakken, maar ik kan het altijd nog gewoon vragen aan de buschauffeur daar. Maar eerst ga ik nu naar beneden eventjes gauw wat eten en daarna ga ik gauw, boodschappen doen met mijn moeder samen. En dan, ga ik naar mijn oude school toe. Ik heb 11:45 daar afgesproken met Ash. Dus ik denk, ik weet niet hoe lang ik moet wachten, ik denk dat ik 11:15 weg ga. Dus we mogen best opschieten nu. We hebben nog 1,5 uur ongeveer. Dus ik zie wel of dat gaat lukken. En anders wordt het gewoon iets later, jammer dan. Ik moet in ieder geval nog eerst een beetje wakker worden. Goed, de adventkalenders. Nummer 11. Wat zit er vandaag in? Ik zit vast. Leuk. Sla en zo. Een komkommer of wat is het? Leuk. Oh. Dit is alles tot nu toe. Superleuk. Oh, die moeten er ook nog uit. Ik heb nog geen boom. Dit is sneeuw voor een boom. En nu nummer 11 van de Cosmetics. Laat me raden, hier zit weer een nagellak in. Hier is 11. Oh. The girl is only helpless... with her nail polish is drying. Deze is mooi.
Dus een soort crème-achtig iets. Met glitters erin. Dat is wel mooi. Op naar de supermarkt. Ik denk dat het Ash is. Dat was inderdaad Ash. Het regent super hard. We zijn met de auto en ik ga dus zo meteen weer terug met de bus. Dus hopelijk rolt zo meteen mee. Ik ben er! Mijn oude school! Het is zo gek om te zien. Het is nu ook gewoon kerst weer en zo. Ik kan niet wachten dat ik er nu zo zijn. Als het goed is hebben ze zo pauze. Dus als we snel zijn, kunnen we voor sommige mensen nog wel voor de pauze zijn. Waar is Ash? Het regent super hard. Oké, jongens, ik hoop dat jullie me kunnen horen. Ik sta namelijk bij hem weg. Mijn bus komt over 1 minuut. En ja, ik hoop gewoon dat hij snel komt. Want het is zo koud. We zijn dus langs geweest en er was serieus helemaal niemand. Alle leraren waren ziek of die hadden vrij. Dus we gaan het volgend jaar nog één keer langs. Alleen de held heeft het gezien. Ja. Dat is, ik vond het wel leuk om even weer langs te gaan. Ik blijf het nog steeds heel erg raar vinden. Omdat mijn oude school, ben je natuurlijk altijd gewend dat je klassen rondloopt en zo. En mijn klas is altijd super gezellig. Dus dat mis ik wel heel erg. Oh, en mijn bus komt eraan. Ik ben al heel even thuis hoor, maar ik was even lekker met Rio aan het spelen, of niet aan het kletsen. En ik heb even met Tommy op de bank gelegen. En mijn pa die was net aan het praten met Rio via de telefoon, via FaceTime. Ik had mijn mobiel. Ah. Ik had mijn mobiel tegen de kooi aangehouden, zodat je dus Rio ziet in die tralies. En die zat de hele tijd maar met mijn vader te kletsen. En hij heeft zo te kijken in die camera. En ook in die camera likken en zo. Superleuk. Ik was net aan het editen. Maar hij is uitgevallen. In mijn laptop. Ik weet niet waarom. Dus nu moet ik opnieuw gaan beginnen. Yay. Ik ga nu dus even editen. En als ik klaar ben, ga ik... denk ik even lekker chill op mijn bed zitten, wat video's kijken, even lekker niks doen, even chill. Ja, en dat is denk ik alles. Het was hartstikke leuk op school. Alleen jammer dat de andere leraren niet waren. Dat vond ik wel heel, heel jammer. Dus ja, in ieder geval, dat ga ik nu doen. Ik ga even een video editen en dan ga ik lekker op mijn bed zitten, lekker
filmpjes kijken en zo. Lekker chill. Ik zit nu dus voor de tweede keer de vlog te editen. En aan het einde van deze vlog zeg ik dat ik me, dat ik hoop dat ik me snel weer wat beter voel. Ik voel me vandaag serieus wel echt beter. Ik ben alleen nog heel erg moe. Maar dat ben ik gewoon omdat ik vitamine B12 en vitamine D tekort kom. Nou ja, vitamine D dat krijg je niet echt in de winter. En vitamine B12 is gewoon een kwestie van veel vlees en melkproducten en zo eten. En drinken. En ja, weet je, dat gaat ook niet zo heel erg snel. Ik heb de hik. En ik kom ook zout tekort. Of zoiets in ieder geval. Dat heeft ook ergens mee te maken. Dat kom ik niet tekort, maar dat heeft ook weer ergens mee te maken of zo. Maar in ieder geval, dus dat moeheid, dat zal echt niet zomaar in één keer voorbij gaan. Ja, want ik denk dat het ook komt door, ik weet niet of meerdere van jullie, ik denk dat de meeste hoeveelheid dames zijn die dit kijken. Oh nee hè, dat doe ik zo wel. De meeste hoeveelheid die jullie, van jullie die kijken zijn denk ik dames. Even mijn stoel wat lager zetten. Die gaat echt langzaam. De meeste hoeveelheid die van jullie kijken zijn volgens mij dames. Ik heb 2 jaar geleden, denk ik, een baarmoederhalskankerprik gehaald. 3. En het schijnt dat je daar ook heel erg moe van bent, kan worden. En heel duizeligheid en zo. En dat heb ik allemaal. Dan kan het nooit getest worden. Maar ik heb het sinds ik die prik heb gehaald. Ik heb het nu al 2 jaar. Of zoiets. 2,5 jaar nu. 2, 3 jaar. Sinds dat ik die prik heb. Daarna is het komen opzetten. En de kans dat het weggaat is heel erg klein. Ja. Natuurlijk is dat niet fijn. En natuurlijk is het ook echt niet gezond dat een 17-jarige meid gewoon van één klein dingetje al hartstikke moe wordt. En elke middag rond 1 uur of 2 tot 1 uur of 5 ligt te slapen. Dat is natuurlijk niet gezond, weet je. Ik hoor ook gewoon uit te gaan en dat soort dingen. Daar hou ik er niet van. Maar ik zit liever gewoon thuis en ben bezig met YouTube dingen en zo. Maar ja, jullie snappen hopelijk wel wat ik bedoel. Ik hoor gewoon ook gewoon actief te zijn. En ik hoor van alles te gaan doen. En 's nachts nog te gaan dansen. En weet ik het wat, naar de disco, weet ik veel. Dat hoort op mijn leeftijd gewoon nog te kunnen. Maar dat kan ik dus niet. Want ik word gewoon heel erg snel moe. Als we bijvoorbeeld een verjaardag hebben. En we gaan rond 1 uur of 12 naar huis. Lig ik gewoon bijna in de auto te slapen. Soms ben ik al gewoon, bijvoorbeeld net als op zaterdag en zo, zijn er heel veel meiden die gaan gewoon thuis voor de bank hangen. Of die gaan of lekker stappen of weet ik het wat allemaal. Ik kan dat niet. Ik ben echt serieus op zaterdag. Het is vandaag natuurlijk, het is toch zaterdag? Oh, het is vrijdag vandaag. In ieder geval vrijdag of zaterdag lig ik echt niet om 11 uur in mijn bed hoor. Dan lig ik meestal gewoon al vanaf een uurtje of 8 à 9 uur. Lig ik dan gewoon in mijn bed wat video's te kijken. En vervolgens word ik zo moe dat ik gewoon in slaap val. Of gewoon denk, weet je, nu is het klaar. Als ben ik morgen weer zo moe. Dus dat is wel echt allemaal heel vervelend. Ja, ik kan er zelf natuurlijk ook niet zo heel veel aan doen. Dus ja, ik moet mij er maar gewoon overheen zetten. Goed, en ik ben helemaal klaar. De video is geüpload. Alles is klaar. Als je misschien denkt, waarom zie je mijn sjaalpje op je hoofd? Ik heb geen flauw idee. ik ben klaar. Ik heb net ook weer even lekker op bed gezeten. Wat video's gekeken. Ik ga nu avond eten. Het wordt al een beetje schimmerig donker nu. Onderhand. In ieder geval hoop ik dat jullie deze vlog leuk vonden. Geef deze video een blauwtje omhoog. En ik zie jullie morgen weer bij een nieuwe vlog. En morgen gaat er iets heel leuks gebeuren. Maar dat vertel ik morgenochtend allemaal. Doei doei!